Jensen is ook in de pits. Zo. Gaan we dan toch nog slicks krijgen? Dit zijn slicks. Ik zie hier toch slicks inderdaad, maar er staat nog wel regen. Dus ik vind dit toch een hele eigenaardige strategie. Zien wij wel regen, maar is het helemaal niet. Dat zou kunnen. Maar dit vind ik een hele originele van Jensen om hier de slicks te pakken. En misschien is het inderdaad droog genoeg. Zo. Powerslide daar door bocht 2. Dit is een nieuwe keer. Ja, die deed Tokyo driften door bocht 2. Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. De eerste aflevering van de RaceStars F1 PC League hier op het circuit van Australië. En voordat we verder gaan met deze video wil ik zeggen dat we met de RaceStars F1 PC League ook een nieuw YouTube kanaal hebben. Daar zijn op de zondagavonden mijn races te zien, de livestreams van de races die we rijden. Dus linkje zet ik in de omschrijving, zeker kijken. Wij gaan hier kijken naar de kwalificatie en de race van Australië. Je ziet dat ik heel even snel het weer checkte voordat ik mijn setup inlaat. En we beginnen de race dus met ontzettende regen. Full wets zullen we moeten gaan gebruiken aan het begin van de race. Kwalificatie is wel droog, ben ik blij om. Ik ben toch altijd in het droge wat beter dan in de regen. En we gaan dus ook gelijk naar buiten toe naar het inladen van de setup. Australië, nooit echt mijn favoriete circuit geweest, maar de laatste dagen voor deze race wist ik toch pace te vinden. En heb ik wel redelijk veel vertrouwen in deze kwalificatie. Dus wij hier als eerste naar buiten gaan voor onze teamgenoot Marien. Marien is dit jaar mijn teamgenoot in de Sauber, dus ik denk dat we met z'n tweeën een sterke line-up kunnen hebben. En misschien ook voor het constructeurs kunnen gaan dit jaar. Nou ja, dat is allemaal afwachten. We rijden namelijk de complete racekalender dit seizoen op RaceStars. Dus 21 races in totaal. Dat wordt pittig, wordt wel hartstikke leuk. De outlap zit erop. We beginnen hier met onze eerste vliegende ronde. En daar zal ik jullie ook in meenemen. We komen hier door bocht 1 en 2 heen. Gaat allemaal redelijk vlekkeloos. Miste een klein beetje de apex in bocht 1. Ja, komen we hier aan bij bocht nummer 3. Erg belangrijk dat je op tijd remt. Nou, dat lukt ons hier. Hier komen we wel iets te wijd uit. Dat kost ons een klein beetje tijd, maar we zitten gelijk wel te stampen. En je ziet dat ik wel echt het gas ervoor op heb staan. En mijn teamgenoot zit vlak achter me. Die gaat als tweede een tijd zetten. Hier komen we allemaal goed doorheen. Het ziet er tot dusver redelijk strak uit voor een openingsrondje hier in Australië. Eerder die middag heb ik een 19.5 gereden. Daar was ik super blij mee en tevreden. Want ja, als je dat in de kwalificatie kan rijden, zet je toch echt wel een hele serieuze tijd neer. Dit is natuurlijk een hele belangrijke bocht. Links en rechts gaan we ook goed doorheen. Het is een lekker rondje tot dusver. Dan komen we hier sector 3 en dit is een lastige bocht met aanremmen. En ja, die gaat hier net niet helemaal lekker. Kom je net iets op de curb, klein beetje over en onderstuur. Het kost je toch weer een goede tiende denk ik daar. Ja, en dan gaan we hier die laatste bocht door. En is dit ook belangrijk om hier een goede exit te hebben. Komen hier wel iets over op de curb terecht. De batterij van de IRS is leeg. Het is een redelijk snel rondje, want het is een 20-2. En dat is een prima bankerlap. Want mijn teamgenoot Marien die komt daar niet aan. Die zit er een kleine tiende achter. 800ste volgens mij. En Brawley komt er helemaal niet aan. En ja, dan gaan we aan het einde, of in het midden van de kwalificatie, gaan we weer naar buiten voor een tweede run. Je ziet dat Marien en ik nog steeds 1 en 2 staan. Dus onze eerste ronde is gewoon heel erg goed geweest. Zitten we nu een dikke 2 tienden onder onze tijd, terwijl we hier weer door sector 2 heen gaan. Verliezen daar wel een tiende, dus ja, laten we toch wat tijd liggen. Maar we kunnen nog steeds redelijk verbeteren. Hier pakken we wel weer wat tijd terug. Maar het is niet superveel. We gaan niet heel erg verbeteren. En dat is het lastige aan Australië. Je bankenronde kan nog zo goed zijn. Maar de rondjes daarna moet je het ook doen. En ondanks dat we onder onze tijd zitten gaan we niet zo gek veel verbeteren. Het is wel nog steeds de pole position tijd. Maar er gaat ja, niet eens een tiende van die tijd af. We blijven steken op een 20-2 bijna. Ja, en de ronde daarna ging ook niet zo lekker. Die moest ik afbreken, want ik had een invalid. Dus ik had er iets afgesneden. En dus zie je dat aan het einde van de rit ja, worden de posities pas vergeven. Lang op pole position gestaan, de halve kwalificatie. Maar ja, je moet wel blijven verbeteren. Dat deden we dus niet meer. Dus uiteindelijk starten we toch teleurstellend vijfde. Ja, en is de pole position tijd in 19.8. Ik denk dat we allemaal harder konden hoor, daar niet van. Maar ja, we hadden zeker wat hoger willen starten dan die vijfde positie. En dan zit hier de Formation Lab erop. We zitten hier al in de race. We doen tegenwoordig een Formation Lab. Ik was nog gespind in de Formation Lab. Ook wel interessant. Ik was gewoon aan het kijken waar de limiet lag. En daar ging dus iets overheen in de regen. Maakt verder niet, allemaal niet uit in de Formation Lab. We gaan wachten tot iedereen op de grid staat. Gaan de lampen branden. En dan gaan we onderweg. En daar gaan de lampen aan. 3, 4, 5 rode lampen. En als ze uit zijn, zijn we onderweg. Het zal belangrijk zijn, de wielspin met de regen. Wie komt er goed weg? Nou, we hebben een redelijk goede start. Ga je iets te vroeg op het gas, iets onbalans in de auto. Maar Julian is nog slechter weg. En dan is dit wat ik dus zie. Helemaal niks. Besluit ik om rustig aan te doen. En in ieder geval niet met Julian te battelen in die eerste bocht. Overleven, geen schade pakken. En dat is precies wat we doen. Terwijl je wel een auto van Fidelis de baan af zag gaan. Dus we houden onze positie. En dit is een punt achter mij dat Marien spint. Die wordt aangetikt door een Toro Rosso. Dus die verliest hier wel heel veel plekken. En wij doen eigenlijk wat we moeten doen. Geen schade pakken, een beetje in de buurt blijven. En nu moeten we wel echt gaan aanhaken, want we verliezen hier gelijk veel terrein. Ik ben niet de allerbeste regenrijder. Ook zeker niet de langzaamste. Maar het duurt altijd even voordat ik in een ritme kom en echt het vertrouwen voel in de auto. En zo zie je dat Brawley een hele goede start heeft gemaakt. Die ligt nu vijfde, die rijdt alweer vlak achter me. En die begint toch een beetje aan te dringen al bij mij. Hier heeft hij een slechte exit en moet hij wat afhaken. Maar Brawley ook zeker heel erg goed weggekomen. En voor me rijdt op de eerste plek en meester Werkman. Dat was Werkhannes vorig seizoen. Dat was vorig seizoen mijn teamgenoot, dus die rijdt knap tweede. Julian derde, alle drie als een touwtje aan elkaar. En wij kunnen alleen hopen dat we snel kunnen gaan aanhaken. En ons ook kunnen gaan bemoeien in dat gevecht. Ik zal ondertussen Brawley achter me in de gaten moeten houden natuurlijk. En Julian die zit al wel echt aan te haken bij Werkman. Ik zal het nog één keer zeggen. Werkhannes was dat dus vorig seizoen. Zijn naam is nu Werkman. Julian zit dus echt al te kijken bij hem of hij hem ernaast kan gaan zetten. Die zet de boel onder druk. Wij gaan wel het snelst in sector 3 op dit moment. Ja, we kunnen alleen kijken of we kunnen profiteren hiervoor van eventuele gevechten. Dus ja, dat is even afwachten. Komen we aan het einde van rondje nummer 2. Niet veel veranderd en meester rijdt een beetje weg van Werkman. Julian zit nog steeds vlak achter Werkman. En ik heb hier een hele belabberde exit en krijgt Brawley dus in mijn nek. En daar zal ik ook op moeten gaan verdedigen, want hij kiest hier de buitenkant omdat ik de binnenkant verdedig. En weet hem in ieder geval af te houden, maar Brawley is zijn auto zo aan het oplijnen dat hij hier eerder op het gas kan. En hij zit dus alweer gelijk in mijn slipstream. Moet ik ook hier de binnenkant verdedigen, maar goed, ik kies ervoor om het gevecht half aan te gaan. Ik geef hem niet helemaal cadeau, ik vind niet dat het zo hoort. Maar het was wel duidelijk dat Brawley op dit moment in de race gewoon sneller was. Dus ik vecht hem ook niet al te hard en ik hoop eigenlijk dat hij zich een beetje gaat bemoeien met de gevechten voorin. En dat wij daar misschien later van kunnen profiteren. Want misschien gaan er wel twee af met elkaar. Je weet het nooit. Rijdt iemand vleugelschade. Dus ik besluit op dit moment om Brawley gewoon zoveel mogelijk proberen te volgen. Nou ja, je ziet een paar rondjes later dat het nog best lastig is. Want Brawley heeft echt goede pace hier in de regen. En misschien is mijn setup ook gewoon niet optimaal. Want ik rij alsnog met twee voorvleugel. Komt ook omdat de race aan het einde droger gaat worden. Dat ik dat doe. Maar goed, ja, ik had misschien nog wat meer stabiliteit kunnen kiezen. En dit is een interessant moment, want en meester en Werkman rijden door. Brawley en ik duiken de pits in. Wij gaan gelijk naar de intermediate band. Daar is het ook echt tijd voor. En kunnen wij dan zometeen een undercut maken op die coureurs? Dat wordt een hele interessante dus. Brawley en ik dus in onze optiek eerder op de snellere band. Een rondje eerder dan Werkman. En meester die nog niet al te ver weg reden voor ons. Dus als wij een goed rondje kunnen rijden, terwijl Ian ook van achter naar voren is gereden. Die had zijn kwalificatie een beetje vernacheld. Sterker nog, die moest helemaal van achteraan beginnen. Die had geen tijd gezet. Nu toch alweer knap 7 op dit moment. Ook gestopt naar de intermediate. En dan komen we zo aan het einde van rondje nummer 7. En dit wordt interessant, want zowel Werkman als M-meester zijn in de pit. En ook Julian is volgens mij binnen. En dan wordt het interessant waar Brawley en ik gaan uitkomen. Kunnen wij profiteren van dat rondje eerder op de intermediates? We komen hier het rechte stuk op en dit wordt echt cruciaal, want ze komen nu de pit uit. Nou, M-meester en Julian zijn er al weg, maar wie komt daar de pit uit? Het is Werkman. En Brawley komt ervoor te zitten, die pakt daar dus een positie. Ik kan misschien ook profiteren, want ik heb hier een betere exit, heb warmere banden. Dus ik zet de Werkman gelijk onder druk, kies hier de buitenkant. En ik hoop al dat hij hier misschien net iets te laat remt. En dat gebeurt ook op het laatste moment. Stuur ik naar binnen, pak ik met een soort switchbacklijn, pak ik Werkman. Die remde daar toch net iets te laat, waardoor ik zijn positie ook te pakken heb. Kan ik aansluiten vlak achter Brawley. Hebben we allebei een positie gepakt ten opzichte van voor de pitstops. En ja, zullen we zo meteen virtueel derde en vierde rijden. Brawley heeft daar overstuur, ik ook. Het zijn nog steeds lastige omstandigheden hier in de regen. Ja, dat zie je ook glibber en glijden. Gebeurt niet heel veel. Brawley ruikt uiteindelijk weer wat van me weg. Ik heb Werkman achter me zitten. Ian is wat afgehaakt. Die heeft vleugelschade gepakt. Volgens mij op Werkman. Ja, en Werkman die blijft redelijk achter mij zitten. Maar kan mij ook niet inhalen. Ja, daar komt hij gewoon niet aan toe. Omdat hij natuurlijk ook last heeft van de verstoorde lucht achter mijn auto. De dirty air. Dus er gebeurt niet zo heel veel. Hier in rondje 22. Dit is wel een hele nare. Ik snij heel iets af. Ik krijg gelijk van het spel 5 seconden stop-and-go penalty. Veel te zwaar bestraft natuurlijk. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Ik had al een paar penalties. Dus dat gaat zeker niet gunstig voor mij uitpakken. Daar heb je het dus in beeld gezien. Normaal is dat een waarschuwing of een 3 seconden penalty. En zeker geen 5 seconden stop-and-go. Dan krijg ik hier in rondje 23 te horen dat ik naar de Ultrasoft moet. Dat het daar droog genoeg voor is. Ja, het regent nog. Maar ja, ik trap er toch in. Mijn engineer zegt dat het tijd is voor de Ultrasofts. Ik ga hier naar binnen. Eigenlijk 2 rondjes te vroeg. Dat zal later blijken. Dat, dat zullen we zo zien. 2 rondjes te vroeg. Ja, en dat is toch zonde. En ook Werkman is achter mij binnen. Die gaat sterker nog. Ik zag daar intermediates. Die gaat naar nieuwe intermediates. Wij gaan naar de Ultrasoft. Ik heb die 5 seconden stop-and-go waar ik heel veel tijd op verlies. Dat is natuurlijk ook super zonde. Wij gaan dus naar de Ultrasoft. Komt door mijn engineer die zegt daar moet je naartoe gaan. Terwijl het nog helemaal niet droog genoeg is. Want kijk maar, ik ga hier op het gas en je ziet gelijk de wielspin. Dat is natuurlijk best wel heftig. En als dit het stukje wat je aan het begin van de video zag uit de livestream. Hier komt de powerslide. Nou, je ziet het, totaal geen grip. Dus absoluut de verkeerde keuze. En ik denk dat het komt omdat ik een paar rondjes ervoor al zelf de volgende band op de Ultrasoft had gezet. Omdat ik er dus vanuit ging dat het nog droog zou gaan worden. Ja, en ik denk dat mijn engineer gewoon die band heeft aangehouden. En gewoon heeft gezegd dat ik moet gaan pitten. Ik denk een bug in het spel. Dat gaat mij hier wel tijd kosten. Want je ziet hoe moeilijk ik het heb. En ja, ik lig nu 6 seconden achter Werkman. Nou ja, mijn stop duurde 5 seconden langer. Ja, en dan ben ik hem hier ook gewoon kwijt. Iets te veel op die curb, pakt ook nog een penalty mee. Dus totaal niet goed voor mij. Daar gaat Fidelis mij voorbij. En iedereen zal nu binnen gaan komen. Er zullen ook jongens zijn die gaan gokken om op de intermediate deze race uit te rijden. Dat wordt ontzettend interessant. Maar wij zijn voorlopig het slachtoffer. Wij zijn veel te vroeg naar die Ultrasoft gegaan. En ik lag natuurlijk op een prima 4e plek. Ja, en die gaat hij nu helemaal de mist in. Want hier komen we het rechte stuk op. Nog steeds harken. Totaal geen grip. En dan komt... even kijken. Komt Skatey daar de pits uit voor mijn neus. Die is dus ook naar de Ultrasoft gegaan. Een rondje later. Ja, je ziet het. En ik rij gewoon nu achter hem. Gespind. Door te vroeg naar die Ultrasoft te gaan. En die is 5 seconden stop-and-go. Die kost gewoon zo ontzettend veel tijd. Maar we gaan nog proberen wat we kunnen doen in die 4 rondjes. Ik weet niet hoe goed Skatey geoefend heeft. Op het droge ben ik dus snel. En een rondje later is Skatey en meester ook voorbij. Die is ook gestopt naar nieuwe Ultrasofts. Dus wij denken er met z'n 3 hetzelfde over. Dit is de snelste band. Het regent nog steeds, dat is het gekke. Maar we merken nu al dat we wat sneller beginnen te worden ten opzichte van de... intermediates en de jongens die doorrijden op hun regenbanden. En dan is dit een interessant moment en Meester verremt zich hier op zijn nieuwe banden. En wij kunnen er dus naast komen. Ik moet wel gigantisch inhouden, maar pak je wel een betere exit. Skatey is daarvoor ook minder goed weg. Dus daar lopen we ook gelijk iets op in. En DRS is nu enabled. Dus dat betekent nu dat we op dit moment dus op de juiste band staan. En we hebben ook stukken meer grip ondertussen. Want we gaan alweer redelijk hard hier door die links-rechts chicane heen. En ja, wij moeten zorgen dat we Skatey nog pakken en daarvan zien weg te rijden. Want we hebben dus behoorlijk wat strafseconden helaas. Die na deze race er bovenop gaan komen. Maar goed, wat ik al zei, op het droge was ik snel. Ik heb veel vertrouwen. En Meester trouwens ook. Die was ook ontzettend snel op het droge. Ook op het natte was hij trouwens best wel snel. Dus die moet ik in de gaten houden. Die zit vlak achter me. En zijn banden zullen nu ook in ieder geval wat opgewarmd zijn. Dus wij zullen Skatey snel voorbij moeten gaan. Daar hebben we 2 rondjes de tijd voor. Ja, en ik probeer hem hier al wat op te lijnen. We zetten de IRS op overtake. De batterij zit bijna vol. Nou, we hebben nu natuurlijk ook DRS. Dus we gaan zeker dichterbij komen. En dat doen we hier dan ook. Ja, je ziet Skatey echt worstelen. Die zit toch te glijden met zijn achterkant. Ja, ik hier ook trouwens. Maar weet hem wel op tijd op te vangen. Waardoor ik er vlak achter kan blijven zitten. Maar ja, wat ik al zei, ik moet niet te lang opgehouden worden. Want en Meester die zit achter me. En die zit dus zeker te azen om mij misschien in te halen. Hier pakken we een prima exit, maar voor M-Meester geldt hetzelfde. Die zitten zo dicht op. Ja, en dan is dit ook een belangrijke bocht. Kunnen we hier goed doorheen komen, dan kunnen we Skatey misschien wel pakken. Daar maakt hij een klein foutje. M-Meester heeft een hele goede exit, dus daar moet ik wellicht op gaan verdedigen. Ik zit naar achter te kijken en ik verdedig hier ook half een beetje de binnenkant. Dan ja, kutten we ook nog eens deze bocht, pakken we nog een penalty. Ja, het is qua penalties zeker niet mijn beste race. Daar gaan we kijken of we Skatey kunnen pakken aan de buitenkant. Maar Skatey blokt ons goed. Clean move en we kunnen er dus nog niet langs. Ik probeer hem onder druk te zetten, andere lijnen te rijden, noem het maar op. En hier probeert de M-Meester mij aan de buitenkant te pakken. Nou, dat gaat hem niet worden, dus die moet weer achter mij aansluiten. Maar de druk staat er vol op bij Skatey. Terwijl mijn teamgenoot de snelste ronde van de race neerzet. Die gaat toch goed punten scoren. Want die lag natuurlijk na de start. Lag die bijna achteraan. Skatey remt die ontzettend vroeg. Kan ik net ontwijken. Kom ik hier weer iets te veel op de binnenkant van die curb. Weet ik hem maar net te corrigeren. Komt M-Meester weer. Moet ik weer de binnenkant afdekken. Dat doen we dan ook op het randje. Maar ja, in ieder geval goed verdedigd. En dan zitten we hier verderop in rondje 28. En daar raakt Skatey gewoon de muur. En nu gaan we inlopen. En nu moeten we zorgen dat we een goede exit hebben door die links-rechts combinatie die nu volgt. En ja, dat doen we dan ook. We zitten er echt bovenop. DRS gaat open. Overtake knop. Blijf in slipstream. Kies hier weer de buitenkant. Maar ik ga je wel net iets eerder insturen dan eigenlijk moet. En dat doe ik bewust. Zodat Skatey mij daar niet helemaal naar buiten kan drukken. Het is een beetje duwen en trekken daar. Maar uiteindelijk ben ik Skatey voorbij. Ja, met een klein beetje contact, maar dat heeft weinig gevolgen voor ons beiden. Ja, en ik was toch echt wel veel sneller dan hem op dit moment in de race. En je ziet het ook, ik loop gelijk weg. Ik heb nu die 7e plek in handen. En we gaan dat laatste rondje proberen zoveel mogelijk weg te rijden. Want ik heb dus behoorlijk wat strafseconden. En daar is het einde van de race. De laatste ronde, Skatey rijdt 2 seconden achter me. Besluit hij nog even een Jensen te doen die niet helemaal goed gaat. Mijn banden blijven eraan. Maar goed, gelukkig helpt Skatey mee. Die rijdt mijn band daar eraf. En ik zak terug naar de 8e plek op basis van penalties. En een verrassende winnaar. Brawley wint de race. Die heeft de juiste call gemaakt met de strategie. Julian wordt 2e en mijn teamgenoot Marien 3e. Dus met z'n Sauber alsnog wel wat punten gescoord. En dat kun je hier nu zo zien. Terwijl het nog steeds regent dus in Australië. We krijgen natuurlijk weer wat punten bij. Dit is allemaal niet zo interessant. Het zijn XP, experience points. Ja, we zijn dus 8e geworden met holy shit. Aardig wat strafseconden zoals je ziet. Brawley, Julian, Marien, top 3. Ian, Werkman daarachter. Ja, en de rest kun je wel even zien. Marco nog teruggevallen. Teleurstellend voor hem ook. Hij kreeg een lekke band volgens mij in de laatste ronde. Of de ene laatste ronde. Dus heel zuur voor hem. En dan was dit de eerste aflevering van de RaceStars F1 PC League op het circuit van Australië. Volgende week volgt een nieuwe video. Dat is de Grand Prix van Bahrein. Die moet ik ook nog even editen en uploaden. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video konden waarderen. Laat even een likeje achter. Plaats even een reactie. En dan zie ik jullie snel voor een nieuwe video.